Ik ben Valerio Zeno, ik ben presentator en DJ en host van Sneakerjagers On Air, de podcast. Het tweede deel van het tweede seizoen, we zijn er weer, ondanks alle gekke corona-omstandigheden. En of we er weer zijn, want ik heb al vanaf aflevering 1 aan zijn hoofd lopen zeuren. Godzijdank kwam corona en dus zat die tijd. Kraantje papi. Hé hey man. Hoe is het? Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, ja, ik ben blij dat ik er ben. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, welke schoen heb je aan? Paradunkies. Ja. Deze. Kijk eens aan. Ja, ik dacht, laat me wel een klein beetje met de hype meegaan. En ik doe ze gewoon aan. En hoe heb je ze bemachtigd? Was dat nog moeilijk? Nee hoor. Gewoon lief vragen. En dan kopen. Oh ja. Ja. Soms heb je geluk en soms heb je minder geluk. Nee, deze kon ik vrij makkelijk krijgen. Ja, we gaan het zo dadelijk uitgebreid hebben over jouw sneakercollectie. Ja. Misschien stippen we ook nog even een aflevering van Eigen Huis en Tuin aan. Wellicht. We gaan het over je muziek hebben. Leuk. Voordat ik de bal naar de overkant doorpaas, moet ik natuurlijk ook nog zelf even vertellen wat voor schoenen ik aan heb. Is ook zo. Ik heb dit keer de basketbalschoenen aan van Tommy Hilfiger samen met Kit. Is dit in beeld? Ryan? Ja. Ook Ryan is weer van de partij. Welke schoen heb jij aan, voor ik dat vergeet? Heel standaard Nike P6000. Ja, gooi ze toch maar even. Hoe ben je eraan gekomen? Marktplaats weer? Nee. In een sale gekocht voor 7 euro met een Nike cadeaubon. 7 euro? Netjes. Zo. Lekker man. Ze hadden recent best wel een goede sale. Hè? Toen waren die paardjes echt 27 euro op Nike. Zo. Ik heb denk ik 8 kleuren gehad. Zo. Gaat die pinpas toch schreeuwen? Nou, ik kan wat hebben hoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar meestal van gebruik me. Ja, oh zo. Ja, maar dat is van de fucking corona, jongen. Ik heb de winkelmandjes al 100.000 keer gevuld. Weer geleegd, soms niet geleegd. Hou maar op. Ja. Aan de andere kant hebben we Frank. Frank Klerks. Yes. Van Outsole.nl. Zeker. Welke schoen heb je aan? Ik ben vandaag voor de Jewel gedaan. Lekker makkelijk. Ja. Met de Roy Swoosh. Favorietje. Match met mijn kapsel. En hoe ben je eraan gekomen? Ja, voor mij, dit is gewoon tijdens de release. Gewoon gekocht. Ik ben eigenlijk van de oudste helemaal niet zo van de Jewels. Maar ik vond dit wel een hele toffe schoen. Simpel, clean, wit. Ook mijn leren schoenen heb ik normaal gesproken niks. Dus dat ik deze zo goed vond, dat zegt wel genoeg. Het is voor jou echt een uitzondering? Voor mij echt een uitzondering, ja. Maar en waarom vind je witte schoenen normaal gesproken niks? Ja, ik heb ze net nog gepoetst. Want ik kan zoiets niet schoonhouden. Ik denk dat ik deze nog geen 10 keer heb aangehad. Dus... Laat die voorkant ook los bij jou. Ja, die lipjes. Kut. Fuck, yeah. Maar wel een voordeel dan dat ze van leer zijn. Wat de lip aan de voorkant betreft, als die losgaat. Heb je nog een tip voor Kraantje? Lijmen. Zo simpel is het. Nee, dat nieuwe is echt kopen. Gewoon nieuwe kopen. Ja. Ja, je kan het zelf gaan lijmen, maar zeker op dit paadje. Dan is dat gewoon een probleem wat terugkomt. Dus je kan best gewoon accepteren. En ik denk dat het best wel lang zo houdt op deze manier dat er niet veel erger wordt. Ik moet wel zeggen, ik sta er altijd van te kijken hoe snel zo'n doorzichtige zool verkleurt. Bizar, hè? Zo, dat gaat echt snel. Ja. Soms twijfel ik gewoon, dan haal ik hem uit de doos en dan denk ik... Hè? Naar mijn idee was die zool eerst eerder een beetje blauwig doorzichtig. Blauw, ja, nee, het verkleurt als een malle. Maar ja, dat geldt überhaupt voor witte schoenen. Als je deze nu weer naast gewoon helemaal clean witte legt, dan zie je ook een pittig verschil. Ja. Hoe is eigenlijk jouw liefde voor schoenen begonnen? Tenminste, je bent van Outsole, dus ik ga ervan uit dat er liefde is. Ik heb iets met schoen. Nee, absoluut. Ja, ik denk de verboden vrucht. Dus ik mocht van mijn moeder nooit sneakers kopen. Altijd die moeders, hè? Dat is echt altijd de moeders. Die moeders die hebben voor zoveel trauma's gezorgd, eigenlijk. En op een gegeven moment op de middelbare school. Ja, je ziet iedereen met sneakers. Dus dat wil je zelf ook. Ja, het klinkt heel triest, maar zo werkt de wereld. Ja. En toen begon je nog met Puma Race Cats. Maar ik denk een beetje omdat ik nooit die sneakers mocht. Dat ik best wel verliefd werd op sneakers. En dus was ik een van de eerste bij ons op school. Die ook in plaats van 1 paar sneakers, 2 paar sneakers had. En toen 3 paar sneakers. En et cetera. Dus op een gegeven moment die Air Max 1. Ik heb eerst bij Dennis Dude van Shoe Pimp gekocht. Mm-hmm. Ja, gruwelijk paardje. En daar is wel echt mijn liefde voor de Air Max 1 uiteindelijk. En dat met de Outsole ook een flinke focus op Air Max 1 natuurlijk. Ja, daar is die wel ontstaan. Ik vond het gewoon zo'n gruwelijke schoen. En het was gewoon heel leuk om de meerdere paardjes van te bemachtigen. Ja. Dan ga je een beetje online op social media. En Hives was net in opkomst. Dus ga je kijken. Ja, gruwelijk. Lekker. Daar ken ik Bas voor. En... weet je, dat was in opkomst. En daar zag je hoe andere mensen sneakers hadden. En enerzijds heb je natuurlijk wat je zelf gewoon tof vindt. Maar je wordt ook zo beïnvloed door wat je om je heen ziet.
En toen dacht je, hey man, er zijn gewoon mensen met 20 paar schoenen in hun collectie. Ja, dan zit er iets in mij wat denkt, nou, dan wil ik er 21. En op een gegeven moment zie je iemand met 100 paar, nou, dan moet ik er 101. En op een gegeven moment, dat, ja, weet je, dan krijg je zo'n gigantische collectie en dan moet je wel flink gaan verkopen om weer nieuwe te kunnen kopen. Maar en op hoeveel zit je nu dan? Nou, nu flink uitgedund gelukkig. Ja, mijn vriendin zou gek worden als ik nog zoveel thuis had staan. Maar en waarom moest er uitgedund worden? Waarom vond ze te veel? Nou, het is meer als je jarenlang sneakers koopt en verzamelt. Op een gegeven moment kom je op een punt. En dat was nog een beetje tegelijkertijd met de opkomst van Facebook dan. Dat ik dacht van, joh, ik heb nu zoveel. Laat ik gewoon even wat schoenen wegdoen. Want het werd belachelijk. En ik had 4 Amsterdammetjes liggen. Ik had de Pata-serie, die had ik toen dubbel. Dus het was denk ik 2010, 2011 dat ik dacht van, nou, nu moet er gewoon echt wel zooi weg. Want het slaat nergens meer op. Je hebt ook voor een vermogen liggen. En ja, dat liep gigantisch hard. Dat ik dacht, hé, hey, hier zit ook gewoon geld in. Want ja, jullie weten het zelf, voor die tijd. Je kon sneakers best wel voor leuke prijzen bemachtigen. Weet je, een tweedehands sneaker was net als een tweedehands auto. Die ging voor minder dan de helft. Ja. Dat is nu totaal anders. Dus je kon er best wel snel geld van maken ten opzichte van wat je zelf voor had betaald. En dan denk je, nou, dan hou ik alleen nog wat ik echt tof vind. Oftewel wat ik echt draag. Mm-hmm. En voor de rest doe ik alles weg. Dus ik denk dat ik nu een paardje of 60 heb. Ja, en dat is voor mijn doen als je ziet waar je dan vandaan komt. En is, niet dat, opschep, is dat heel weinig eigenlijk? Is dat ja. Weinig inderdaad, ja. En dat zijn alleen maar schoenen die ik echt gewoon aantrek en aftrap. Ja. Hoe is het bij jou begonnen? Ik weet niet. Ik moet echt zeggen dat ik het idee heb dat het een soort van altijd geweest is of zo. Ik heb eigenlijk, als ik gewoon ook terugkijk naar foto's van vroeger, ik had gewoon echt dingen aan die nu gewoon binnenkort weer uitkomen of recent zijn uitgekomen. Weet je, zoals Dunkies of zo, weet je. Dat ik echt kinderfoto's zie dat ik die dingen gewoon aan heb. Dus ik heb jouw altijd... moeder mocht het wel. Jawel, zeker. Maar het was wel een dure schoen, snap je? Dus het was wel zo van, ja, laten we er dan niet gelijk op voetballen. Ja, even een beetje wachten. Even een weekje wachten. Ja, ja, ik had die BW's USA, zeg maar. Ja. En dan de witte variant daarvan. Ik weet nog wel dat ik die echt binnen 48 uur toch mee voetbal of zo. Dat was mijn tweede Air Max ooit. Ja, ja, precies. Nou, ik heb een paar jaar geleden ook die reissue daarom gekocht. Die zwarte? Ja. Ja, top hè? Ja, een goede schoen ook. Ja, dus ik weet niet. Dus het is er altijd wel geweest. En ik herken het wel dat ik ben... Ja, zo van, ik herken wel van, oh, als iemand iets heeft en het staat vet, nou, toch even proberen of zo, weet je wel. Dus ja, voor ik het wist had ik gewoon, ik heb altijd wel meer dan 20 paar schoenen gewoon eigenlijk altijd wel gehad. Maar jouw tijd was dat dan denk ik helemaal raar. Ja, zo verschillen we ook niet, maar bij mij was het al gek dat je meer dan 10 paar had. Van de middelbare school. Ja, nee, ja, zeker. Maar zeker, hoeveel, hoe oud ben jij? 28. Jij? 33. Oh ja. Ja. En jij? 36. Ja. Nee, ja, dat dus. Dus ik heb eigenlijk, er zijn altijd gewoon zat schoenen gewoon in omloop geweest. Maar ik moet wel zeggen dat het echt dat ik door had wat ik had en wat verschillen waren. En weet je wel, toen ik realiseerde bijvoorbeeld best wel laat dat die duels en dan vooral die met dat lichtblauw. Ik ben niet zo goed in al die namen. Dus ja, dat zijn gewoon die dingen die heb ik altijd wel gehad. Alleen daar heb ik nooit echt de waarde van ingezien dat het echt tof was of zo. Zo van, oh, leuk, die heeft een kleine smoes. Ja. That's it. Weet je, nooit... Toen was het ook gewoon nog niet zoveel waard, hè? Tot je terug gaat zoeken, dan blijkt dat er dus al wel gewoon gasten echt al intensief mee bezig waren. En toen dacht ik van, wat dat betreft ben ik wel weer laat. Het was alleen niet alom bekend dat ze veel waard waren. Precies. Ja. Toevallig vandaag nog ergens een Amsterdammetje opgehaald. En die zei daarvan, ja, weet je, mijn schoonmoeder die kwam me tegen op zolder van mijn collectie vroeger. En die wilde het weggooien. Die zegt, wat wil je ermee? Want ik gooi het weg. Ja, gewoon een Amsterdammetje, we hebben het over. En dat klinkt als een dat is die je vandaag gewoon hebt. Ja. Heb je die bij je? Heel toevallig wel. Maar ik heb ze nu voor de grap inderdaad even meegenomen. Maar wacht even, dit lag bij iemand op dit zolder. Dit lag bij iemand op zolder. En dat is bizar. Maar dat is wel wat jij zegt. Kijk, zo'n... Maat 8. Een jewel die jij dan had. Ja, dat ben jij. Ja. Ja. Maar... Kopen? Mensen connecten jullie dan? Ja. Of hoe gaat dat? Of speur je jezelf continu af? Nee, die tijd is gelukkig wel voorbij. Want je hebt tegenwoordig zoveel mensen die erop zitten natuurlijk. Ja. Dus het is gewoon, ja, je hebt een netwerk, je hebt een legitimiteit. Dus mensen komen bij je en die willen geen gedoe met verkopen. En zeker niet bij zulke paardjes, wat best wel een waarde vertegenwoordigt. Die vragen om, ja, we kregen dus in eerste instantie een berichtje van, joh, wat is dit überhaupt waard? Want we zien gekke prijzen. Nou ja, dan heb je het erover. En dan komt natuurlijk de vraag van, wil je het dan verkopen? Want ja, wij zijn wel geïnteresseerd. Zijn jullie altijd geïnteresseerd? Dit soort paardjes wel, ja. Jawel.
Maar en hoe gaat het dan vervolgens verder? Want ja, je hinkt dan een beetje op twee gedachten. Diegene die heeft jullie website wellicht al gezien. Dus die weet al een beetje wat zo'n schoen doet. Ja, maar daar zijn we heel open en eerlijk in. Ja? Ja, zeg niet dan tegen zo'n oud vrouwtje. Oh, mevrouw, ja, we hebben er niet echt gedaan. Nee, neem ze toch mee. Kijk, ik moest vorig jaar moest ik een keer mijn auto verkopen. En dat heb ik eerst zelf geprobeerd. Want ik dacht, joh, sneakers verkopen kan ik ook. Nou, auto, eitje. En ik werd na een maand helemaal gek van Marktplaats. Van al die mensen die erop, ja, die biedingen uitbrachten. Die langskwamen toch niet. Die met meters erop kwamen. Dat ik dacht van, joh, ik gooi hem gewoon naar een dealer toe. Regel het. En dat ik dan wel minder geld heb, prima. Maar ik ben van het gezeur af. Ja. Veel mensen hebben dat met schoenen ook. Of anoniem willen verkopen, bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie het relaxed vinden als via Marktplaats mensen bij jullie aan de deur komen staan. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, joh, ik doe ze dan liever even gewoon weg zonder dat gedoe. Ja. Verschil per persoon natuurlijk, maar... Zeker. Marktplaats de hel. Ik vind vooral dat account mooi Marktplaats gek is. Ja, heerlijk. Zit soms gewoon die gesprekken te lezen. Dat is feest, hè? Dat is echt feest, maar het zijn ook gewoon irritaties bij mij dan. Dat ik denk, oh, maar hoe kan je zo fucking irritant zijn? Ja. Heel nu.nl zit op Marktplaats, dat is echt... Ja, dat zal wel, ja, om daar de pareltjes vandaan te scoren. Wanneer was er nou een moment in jouw collectie dat je dacht, oh, wacht even, het is nu wel echt veel? Oh, is een paar keer geweest. Ik bouw altijd op tot een bepaald punt en dan ben ik er weer een keer klaar mee en dan dun ik het weer echt helemaal uit. Ik heb bijna helemaal geen oude dingen meer of zo, weet je wel. Yeezy's zo heb ik allemaal niet meer. Dat heb ik gewoon dan op een gegeven moment dan, ja, weet ik veel, ergens begin van mijn carrière of zo, dan raak ik ook het geld een beetje op, weet je wel. Het is niet altijd goed gegaan. Mm-hmm. Dus ja, dan was schoenen altijd wel makkelijk om daarnaar te grijpen. En zeker als je paardjes hebt die gewoon voor tussen de 800 of 1500 gewoon weg kunnen. Zo ken ik jou ook. Hè? Ja, ik heb aan Bas ook nog een zooi verkocht toen de tijd. Toen deed ik gewoon wat Atmosjes en wat Pata dingen weg. Ja, en dan nu. Weet je, kijk, het leuke vind ik dan wel. En dat vind ik dan. Daarom vind ik dit spelletje zo fucking leuk. Omdat ik gewoon nu weer. Ik ga ook elke keer weer even super slecht, toch? Dus als ik zie wat voor dunkies ik weg heb gedaan. Dat nu zo. Wat de dunks heb ik weggedaan, bijvoorbeeld. Weet je, lage tips heb ik weggedaan. Van dat, en echt voor weinig, toch? Zo van, ah, fuck it. Dan kende ik iemand soort van vaag. En dacht van, ah, als jij ze dan hebt, dan zie ik ze nog eens voorbij komen. Doe maar 400. Veel te vrijgevig ook. Dat vind ik wel leuk. Dan ga ik weer even helemaal slecht. Maar en heb je dan ook iets verkocht waarvan je later dacht, shit, wat heb ik gedaan? Ik ga ze weer ernaar op zoek om ze opnieuw te kopen. Nou, ja, zoeken wel. Maar elke als ik dan op dat punt zit van oké, ga ik hem aftikken, denk oké, dus ik heb toen de tijd goed gezocht, gevonden voor 300. En dan ga ik nu dit betalen. Verkocht voor dit. En dan ga ik nu, zoals die Yeezys, weet je wel. Die Yeezy 1 en dan die welke had. Ik had die grijze, hoe heet het? Zen Grey. Ja. Is dat die naam? Twee paards had ik gekocht toen de tijd via Approved sneakers. Zou goed kunnen. En hij staat ook type sneakers. Hoe heet hij? Kiwan. Ja. Ja, en die hielp mij toen aan twee goede deals. Een paardje nieuwe en een paardje, wat was het, 9 uit 10 of zo. Kan dat een goede deal met Yeezy? Toen de tijd, ja, maar hij deed, ja. Maar ook eens, kijk, wat hij deed. Ik sprak hem dus laatste keer op Sneakiness. Toen zei hij, die heb je toen keer bij mij gekocht. Nou, er stond gewoon nulletje achter nu. Ik zei, ja, zijn dan lekker bijhouden deze keer. Ja. Nee, ik ga dat niet nog een keer doen. Ik wilde eigenlijk vandaag een Travis aan doen, die lage dunk. Zo van, die heb ik, of die lage... Jordan bedoel ik. Ja, ja. Ja, daar heb ik wel hoofdprijs voor betaald. Die vond ik zo mooi dat ik naast greep. Maar ik vertik het eigenlijk om te veel ervoor te betalen, zeg maar. Ik kan daar niet mee, want zelfs die Ben & Jerry's of zo. Zo van, ja, ik heb die dan ook wel een paar paardjes staan. Maar zo, ja, ik krijg via, je wil niet weten hoe mijn DM's eruit zien. Mensen denken van, ja, Kraantje Papa, die koopt het vast wel. Dus ik krijg allemaal dingen aangeboden. Gisteren ook weer, wil je Ben & Jerry's? Zeg, wel is goed, welke maat? Ja, maat 44. Ik zeg, is goed. Oké, 1450 euro. Pleur op, joh, gek. Ja. Dan ga ik niet betalen voor een dunk. Maar wat denk je dat de gekste prijs is wat je betaald hebt voor een schoen? Ja, 600 voor een lage Travis. Netjes. Ja. Ja, en natuurlijk wel gewoon een keertje gewoon 1500 voor een paardje Louis Vuittons of zo. Oh, ja. Wat natuurlijk ook absurd is. Maar dat zo van die laten me op zijn minst nog denken... Dat omdat het in de winkel gebeurt, dat het ook waard is. Zo precies, van, ja. Maar het lijkt me voor jou nog extra moeilijk, omdat ik kan me voorstellen als je artiest bent en er staat een videoshoot op de planning of je moet ergens optreden, dat je dan denkt, het is wel vet als ik opkom of dit dan aan heb. Ja, ja, is ook vet. En soms dan, omdat je een soort van altijd een legitieme reden hebt om iets te kopen. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, ik probeer, ja, nee, dat is waar. En de ene keer ga ik nat, de andere keer niet, maar ik probeer het met schoenen. Probeer ik het wel echt een beetje binnen de perk te houden. Dus van, ik probeer wel echt ook
mijn schoenencollectie te onderhouden met schoenen. Jongen. Ik ben gewoon standaard op marktplaatsen. Al jaren, de ene account na de andere. Je wil niet weten hoeveel mensen met mij zaken hebben gedaan. Maar als ik zeg dat ik het weten, ben. Toch wel. Ja, zonder, ja, maar ja, wat ga je. Weet je natuurlijk. Ja. Als mensen bij mij gaan ze nooit buigen, toch? Als ik ga doe 200, gast. En die wil gratis verzending. Ja, toch? Maar ik doe dat echt. Ik zit echt op de euro's. Geloof me, mensen die hebben dingen aan mij verkocht. Denk van, tering, als ik wist dat hij het was. Zo van, ja, ik zit echt... ga er maar vanuit dat als je gewoon een beetje in de schoenen zit... dat je gewoon echt al dingen van me gekocht of aan me verkocht hebt. Ik zit volop in die marktplaats game. I fucking love it. En deze dagen helemaal, toch? De jeugd is fucking beautiful. Die kopen iets of die winnen al die sneakers dingen. Mm-hmm. Binnen 12 uur. Gelijk erop. Die stoesties en zo die laatst uitkwamen allemaal. Heerlijk. Alles voor onder de 200. Gewoon gelijk bieden. Ik zei, ja, is goed. Maak me over. Ik neem het risico wel. Maak me over. Alles binnenhaal. Nu gaan dingen ook naar 400-500. Heb ik ook zoiets staan. Maar en schrijf jij dan eigenlijk ook vaak in voor raffles en zo? Alles. Ja, joh. Echt? Fucking love it. Het gevoel van winnen is fucking beautiful. Maar win je man. Ook? Hè? Win je ook? Ja, weinig. Ja, nooit gewonnen. Nee, ja, ik win wel wat dingen. Ik had laatst die... is dat die Cactus Trails of zo? Had ik gewonnen. 2 stuks. Dus dan, ja, dat is wel weer lekker, weet je. Dat is toch 500 euro per paar wat ik er dan weer voor terugkrijg. Kijk, en op die manier, ik wil heel graag nog die hoge Travis, mm-hmm. die Jordan. Zo van, ja, maar ja, ik ga niet 1400 zo euro. Zo klim je er een beetje naartoe. Zo win je, ja. Ja, ja. Dus als het om schoenen gaat, waardeer ik echt nog een euro. Ja. ik had trouwens wel verwacht van die laatste die dropte waar ik het net over had van Travis Scott. Ja. Dat die... in waarde veel harder zouden stijgen. Ja, maar gewoon lelijk schoen, toch? Ik blijf eerlijk zijn ver weg eigenlijk. Van die recent release. Zit er helemaal niet op. Nee, helemaal niet? Nee. Maar dat is vanwege dit hele spelletje. Ja, ik snap dat het geweldig leuk is. Maar voor mij, als je zeg maar een outsole hebt... dan is zoveel tijd en moeite om daar nog ook eens in te gaan springen. Ja. En je wil... Kijk, ik zeg altijd, je hebt resellen, je hebt resellen... en allebei is resellen. Dat is heel simpel. Alleen bij de een ga je er direct tussen zitten... en bij de ander, ja, dan ben je een soort platform ertussen... Ja. Het ene is zeker niet beter dan het andere, maar ik maakte wel een hele duidelijke keuze in. Maar zo'n mengelmoes van... aan de hand van wat begon jij eigenlijk outsole? Hoe ging dat? Omdat ik helemaal lijp werd van marktplaats. Ja, nee, dat heel simpel, die reden. Kijk, ik had altijd 200-300 paren marktplaats staan. Nou, je wil niet weten wat je dagelijks over je heen krijgt aan berichten. En mensen die een tientje bieden, maar gewoon zonder gekheid een tientje, weet je wel. Op een schoen van 100 euro. Ja, dat is fucking beautiful. Ja, dat is geweldig. Ja. Nee, maar op een gegeven moment, dan komt... Ja, weet je, ik heb altijd zo'n visie van je moet vragen willen voorkomen, weet je wel. En in marktplaats en veel gestelde vragen erop zetten. Ja, doen we nu ook, want we adverteren er wel. Maar mensen lezen dat niet. En heel eerlijk, zelf lees ik het ook niet. Mijn grootste les van marktplaats is mensen lezen überhaupt precies. Niet. Precies. Ze zien een foto en dan gaan ze zo typen. Nou, geloof me, wij hebben, als je bij ons een schoen koopt, dan staat in jouw... 999.000 euro zijn al die dingen. Ja, maar op iedere plek staat dat die schoen gedragen is. In een winkelmandje en nog steeds krijg je, ja, ze zijn gedragen. Ja, dat is zo moeilijk, want mensen lezen niet en we doen er met z'n allen aan mee. Dus je kan het iemand ook niet helemaal kwalijk nemen. Maar goed, op een gegeven moment werd ik daar al gek van. Toen dacht ik, ik begin gewoon een website. Al je informatie direct in je gezicht. Ja. Koop het of koop het niet. Maar zou mij een worst wezen. Maar en ben jij ook een WizKid dan, dat je zelf een site kan bouwen? Nou ja, was ik totaal niet. Maar ik dacht, ik moet wat. En 10.000 euro om een website te kopen had ik niet. Dus ja, ik moest wel. No. Dus ik heb nu een beetje leren coderen. En het gaat me redelijk af. En samen met Frits Dennis Wegereef. Die doet dan meer op de achtergrond daarin ook. En ik denk dat ze een heel eind zijn gekomen ondertussen. Maar ja, dan heb je zo'n website. En dat voelt een beetje alsof je een winkeltje hebt. Maar hoe maak je dan kenbaar aan de wereld dat je er zit? Ja, ik denk op het moment dat ik begon. Echt met Bas Honders ben ik begonnen. En Frits dan, maar ja, dat was een onbekende op dat moment nog. Ik denk dat we al wel twee bekende gezichten waren binnen het sneakerwereldje. Ik had daarvoor ook altijd een blogspot, Frank Alsil. Nou ja, de oude sneakers die kennen nog wel. En omdat ik op dat moment zei, joh, ik stop hiermee. Ik ga dit beginnen. Bas op zijn beurt zei, joh, ik stop er ook mee via de marktplaatsgeneuzel. Ik ga dit beginnen. Denk ik dat we al best wel een gigantisch bereik hadden. Ik denk, maar het is een gigantische misser als ik nu helemaal misschiet. Maar dat ik jullie ken van een foto rond kerst. In de woonkamer, kerstboom. Een kerstboom van al die dozen en al die schoenen. Ja. Dat was denk ik de eerste keer dat ik iets van outsole zag. Ja.
En de legendarische foto van Bas bij de kast, toch? Die helemaal leegloopt van de schoenen. En die heb ik gemaakt. Ja, yes. Ja, nee, dat is maar inderdaad, al dat soort fotootjes die voor best wel veel mensen... Oh, die foto, dan weten ze nu al waar we het over hebben. Ja, dat is gewoon leuk dat je dat als twee debielen samen hebt gemaakt. Dat, ja, we zagen ze even fullscreen in beeld, die foto's. De kast, daar had je het over. Ja, het ook een kast. Ik had ook een kast, ja. Van eigen huis en tuin kwam over de vloer. Eigen huis en tuin kwam over de vloer, ja. Die hebben toen een kast in elkaar gezet. Ja. Ja, nou ja, dat was nou, het eigenlijk. Dat was het wel, ja. Ja, dat was het. Maar ja, ik vond wel lachen toch. Zo van, ik had een huisje gekocht en ik zat natuurlijk gewoon met al die schoenen. En ik had allemaal van die dozen bij Praxis ooit op een gegeven moment gekocht. Van die gereedschapsdozen. En daar past precies een paardje in. Toen heb ik ook al die dozen van al die schoenen weggedaan. Dat was mijn volgende vraag. Ja, ook allemaal weggedaan. Want ik zat op zaterdagavond 5 over 6... met samengeknepen billen te kijken. Ik dacht, oh my god, zou die dozen nog hebben of niet? Nee, zeker niet. We moeten laten, joh. En bewaar je die nu wel erbij? Van sommigen. Ja, ik bewaar... Maar ik ook heel veel dozen. Ik heb niet eens alles weggegooid. Maar soms heb ik ook gewoon... dan gebruik die als vervangende doos voor een paardje... wat ik dan weer verkocht heb, toch? Zo, ja, shit, kom in een vervangende doos. Van, ja. Achteraf weer spijt. Omdat je dan het volgende paardje weer de doos ontbreekt. Ja, toch. Zo van, daar kwam ik ook laat achter. Dat de doos dat het ook weer met waarde te maken had en zo. Weet je. Ik ben echt terrible. Maar en even afgezien van het internet. Heb je eigenlijk in Groningen goede sneakerstores? Ja man, we hebben sowieso voor de skate hebben we dan een voormalig Stickmatic. Dat is dan nu Skate Store Groningen. Gewoon een topzaak sowieso voor al je skategear. En daar hebben ze ook wel gave releases. En we hadden natuurlijk, vroeger hadden we Purchase, wat later To The Max sneakers werd. En die hebben ook een tof account, werken ook. Ik dacht dat het Purchase Duits was of zo. Ja, dat klopt. Dat was van een Duitser en een Nederlander. Oh, echt? Ja, we zaten dus in Duitsland en in Groningen. Dat eentje, als ik het goed heb. Dus dat wat betreft release bij ons. En er zijn wel wat zaakjes die verkopen dan New Balance. En verder heb je, ja, je hebt best wel wat... Ja, je hebt best wel wat gasten in de stad zitten die wel met schoenen bezig zijn en zo. Maar ik doe bijna niks onder mijn eigen naam eigenlijk, heel weinig. Dus ik doe heel veel via internet gewoon onder allerlei namen. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan je informatie wat schoenen en kleding betreft? Wat zijn bijvoorbeeld accounts die je volgt die daarover gaan? Ja, ik heb op Instagram volg ik echt alles wat ook maar een beetje met schoenen te maken heeft. En het is gewoon fijn dat we zitten nou natuurlijk gewoon hier dan bij Sneakerjagers. Of ja, dat is gewoon ideaal. Dat is gewoon, in principe als je dat hebt, dan ben je er wel. Ja. En je hebt natuurlijk 1000 van die cookgroups en daar stickers van de info over wat de resellwaardes zijn en dat soort dingen. Weet je, dat daar hou ik ook wel een paar van in de gaten, omdat ik dan wel even... Ik ben daar niet zo heel goed in, dus ik moet wel een beetje kijken wat moet ik vasthouden, wat kan ik het beste loslaten. En verder, weet je, mijn stijl, mijn kledingstijl is zeg maar al vanaf de basisschool, is die te omschrijven als zoekende. Dus ik zie iets en dan vind ik het hard, weet je wel. Bathing Ape, die stropdas bijvoorbeeld zie ik dan een keer bij jou. Ik denk, ah vet, moet ik hebben. Die Boston Birkenstocks, die zag ik dan weer bij Seth. Ik denk, ah vet, moet ik hebben. Weet je wel? En ik heb vroeger werd ik heel veel ingefluisterd door Virgil van Patta. Mm-hmm. Hij tipte mij ook op Supreme al heel vroeg. Weet je wel, de eerste keer dat ik bij Supreme kwam in New York was gewoon naar binnen lopen. Gewoon bogo's halen en rugzakken en dat soort dingen. Niemand voor de deur. Dus daar kwam mijn hele eerste lading. Supreme kwam allemaal daar vandaan. Nou, het tegengestelde wat dat betreft. Ik was op vakantie in New York en Warempel, jij was er ook. Dat hebben we nog samen in de rij. Maar dat was ook in de tijd dat ik niet wist dat je online kon vinden wat er op donderdag dropte. Nee. Dus ik heb daar echt fucking lang in de rij gestaan, hopend dat toevallig die donderdag dan de North Face collabo zou droppen. En ik weet nog, jij kwam een paar keer voorbij. Hey, sta je er nog? En op een gegeven moment was ik dichtbij genoeg om te kunnen zien wat er hing. Ja, dat was natuurlijk alleen maar garbage. Dus, Jij stond met die maat van mij. Ik kreeg een koffie halen voor ons. Ja, met de ijs. En toen toch even kit kijken. Ja. En toen ik kwam gewoon een uurtje later gewoon weer terug. Gewoon lekker weer shoppen. Volgens mij ben ik uiteindelijk ook niet naar binnen gegaan. We zijn niet naar binnen gegaan. Was helemaal niks. Omdat je dus gewoon ook, wat je later ook in al die docu's ziet. Zo van, ja, wisten wij veel. Als je gewoon een beetje geld aan die uitsmijter geeft, dan kom je gewoon voor in de rij. Als we dat nou hadden geweten, dan verleer je toch die stik van het geld. Maar ja, als ik wist maar dat ik op Insta te vinden was, dan was ik überhaupt die dag niet in de rij gaan staan. Nou ja, fair enough. Ja. Dus wat dat betreft zijn godzijdank tijden wel veranderd. Het heeft me een hoop tijd gescheeld. Wat is iets van Supreme? Want ik weet, je houdt wel van Supreme. Wat is de mooiste stuk in jouw collectie?
Ik vind uiteindelijk vind ik gewoon de grijze Boko. Gewoon hoodie. Grijze hoodie met een rood logo. Dat is hem wel, hè? Dat vind ik wel de mooiste, ja. En die heb ik dan. Ik heb een crewneck en met capuchon. Crewneck toevallig laatst gekocht. Is wel leuk nu. Dat Instagram is zo makkelijk, jongen. Er zijn zoveel van die... Zoveel resellers, weet je wel. En het, ja, wat ik zeg. Het wordt mij de hele tijd aangeboden. Vaak veel te hoog. En soms dan wil iemand wel een beetje meebuigen. Ja. Dan kan je wel een keer wat leuks kopen. Maar en hoe werkt dat voor jullie dan wat de resellers betreft? Merken jullie dat jullie markt minder wordt? Omdat er zoveel aanbod is door platformen als Collect en StockX? Nou, ik denk dat het voor Leek één panat is. Maar voor ons zijn het wel heel duidelijk twee verschillende markten. Los natuurlijk dat je wel een verzamelaar hebt die ook wel nieuwe paardjes koopt. Maar het zijn twee hele andere kanalen. Je ziet dat wat je zegt met Supreme. Dat combineert zich vaak wel met die recente sneakers. En je hebt heel veel jongens die wel echt een focus hebben op die schoen. En je hebt heel veel jongens die echt een focus hebben op de oudere sneakers. Dus nee, wij zien onze markt zien we eigenlijk alleen maar versterken. Doordat de Air Max was natuurlijk de afgelopen paar jaar echt gekte. Alles kwam in de sale. Ja, de Woei sale bijvoorbeeld op Sneakiness, dat was alles voor 16'tjes, dat was niet normaal. Kun je nu eigenlijk al niet meer voorstellen. Volgens mij is Woei op Sneakiness altijd echt gek huis. Ja, sowieso. Ja, bizar. Daar hebben we wel last van, hè? Nee, maar wat je ziet is, al die schoenen die toen uitkwamen, ja, nu is de Air Max 1 heel moeilijk. Dus die zie je nu al gewoon weer boven retail gaan. Dus eigenlijk, het enige wat wij zien is doordat de recente sneakers, dat veel groter wordt... Ze zetten 2 jaar tussen en we zien dat die jongens zich weer aansluiten bij ons. Zodat ze zien, hey, Air Max heeft in het verleden ook heel veel toffe releases gehad. En dan komen ze op een gegeven moment bij een Amsterdammetje die misschien niet meer draagbaar is. Maar wat ze wel tof vinden om aan een collectie toe te voegen. En verkopen jullie alleen maar gedragen sneakers? Nee, ook wel nieuw, absoluut. Ja, ik denk 50-50. Het zijn allemaal tweedehands sneakers. Ja. Ze komen allemaal via particulieren binnen. De helft is gedragen en dat is soms echt op. Zeker bij je oudere paardjes, dan boeit dat minder. En ook wel recente schoenen, die zijn meestal juist wel weer nieuw. En zijn veel uit de sale bijvoorbeeld. En doen jullie ook trades? Nee. Nee? Kan niet. Ja, je hebt echt wel veel mensen die dat vragen, hoor. Die willen dan ruilen. Maar ja, ik moet er ook iets op verdienen, heel simpel. Ja. Dus als je het bij mij komt inruilen, dan wordt het per definitie al een oneerlijke deal. Ja. En dat wil ik niet. Dus dan zeg ik, ja, ik wil best... jouw schoenen kopen en aangeven wat ik ervoor kan geven... en dan kun je dat verrekenen, helemaal goed. Maar ik vind op voorhand vind ik het al oneerlijk om dat te doen. Hey, ik zag bij jullie op de website een schoen... waar ik echt van wil weten hoe je eraan bent gekomen. Ik ben dus ook actief als DJ... en een Amerikaanse DJ die ooit mijn ogen heeft geopend... hoe je kan draaien en hoe je creatief ook op andere manieren kan mixen... is DJ AM. Hij was ook sneakerliefhebber. Hij is helaas heeft hij zelfmoord gepleegd een paar jaar geleden. Overdosis. Maar hij had ontzettend veel sneakers. Er is ook volgens mij een aflevering van MTV een keer bij hem thuis geweest. En jullie hebben echt uit zijn privécollectie een Air Max 1 Kit Robot. Bizar, hè? Zo. Ja. Ik baal, het is maat 45 of zo? Ja, het is wat inderdaad. Ja, 45,5 volgens mij. Ik zag het staan en ik durfde nog niet naar de maat te kijken... omdat ik gewoon dacht... als het mijn maat is, ja, die wil ik sowieso hebben. En alles. Ja, geweldig. Oh nee, koffie. Ik zie Apeldoorn wel een beetje als sneakerstad van Nederland. Tenminste, vanuit oudsher, omdat nu is het zo normaal geworden. Maar dat kwam omdat Dennis in het oosten, die regelde zoveel van die gekke schoenen... dat je binnen Apeldoorn best wel veel hele vroege verzamelaars had. Dus rond 2004, 2005 waren best wel veel jongens die al echt een collectie opbouwden. Dus dit paardje komt van iemand die in die tijd echt verzamelen begon. En nu dacht je, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Hier, Frank, regel jij het maar. Dus ik heb hem van een bekende uit Apeldoorn. En had hij dan meer uit de AM's collectie? Nee, dit was zijn enige. Ja. En hebben jullie meer van dat soort pareltjes op outsole staan? Ja, absoluut. Ja. En ook wel meer van AM gehad. Maar die zo... En wat is noem nog eens iets wat jullie hebben... wat van iemand is geweest of waar wat bij zit... wat een collectors item is? Elephants van Kraantje Papi. Ja? Zijn die... Ondertussen wel weg mag lopen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nee, maar we zeggen nooit sowieso van wie het is geweest. Ik heb wel eens van een bekende hardcore DJ... dat ik dan met een grote maat... en dan verkocht ik het uit iemand waar het dorp... waar ik ben opgegroeid. En ik weet dat een vervent hardcore fan is... Dus toen ik de paardje wilde kopen, zei ik wel van... joh, weet je van wie die is? Die is van hem. Ja, dat is gruwelijk. Maar voor de rest, je wil mensen die anoniem willen verkopen... ook wel in hun anonimiteit houden. Ja, maar wat schiet er bij je te binnen van iets wat je hebt staan... waarbij, ik zeg maar wat, zoals bij AM een licentie zit... van het is echt van hem geweest of waar goodies bij zitten of zo?
Nou, ik denk op dit moment de meest gekke... We hebben die oranje State Homegrown Hyperstrike staan. Oh, ja. Ik denk dat dat wel een leuk paardje is. Zeker nu de Air Max 90 dit jaar natuurlijk wel meer gehyped wordt. Ja, denk ik dat dat wel een aardige is. Hey, en Dave White's met handtekening op de doos, dat is ook wel leuk. En hoe ben je daaraan gekomen? Ja, Amerika, via. Ja, ik weet niet eens, er zit niet echt een spannend verhaal achter. Maar is het dan meestal zo eigenlijk dat mensen in persoon naar jullie toekomen en het laten zien? Of kan het ook dat iemand uit Amerika wat foto's stuurt? Dat laatste, ja. En komt het dan wel overeen met wat ze daadwerkelijk sturen? Ja, wat we tegenwoordig doen is gewoon volledig risicoloos vanuit onze kant. We zeggen, joh, of we betalen vooraf via PayPal, inclusief de fees. Of we betalen achteraf via een tikkie internetbankieren, hoe je het ook wil. En we zien dat de meeste mensen gewoon voor de tweede optie kiezen. Dat ze dan meestal overhouden en ze vinden het zelf ook al makkelijk. Oh, ja. En als je zulke getalen inkoopt, weet je, ik let niet op een krasje meer of minder. Kijk, je verkoopt me de schoenen, ik zie een paar foto's, dan moet ik het. Ja, ik kan wel door een krasje heen kijken, weet je wel. Daar gaat het niet om. Alleen ja, je kan moeilijk nieuwe schoenen aanbieden en dan gedragen leveren natuurlijk. En mensen nemen ook never risico bij jullie, toch? Ook. Zoals je weet, met jullie zaken doet dat je niet echt risico loopt. Heel af en toe zien we toch nog wel mensen die je proberen. En dan denk je inderdaad ook van, hoe krijg je het voor elkaar? Dankjewel. En merkt je dan ook met corona dat postpakketten veel langer op zich lieten wachten en misschien wel helemaal verdwenen? De laatste niet, maar Amerika is een hel. Want je ziet, dan kan PostNL van tevoren niet vertellen. Maar als er geen vliegtuig is, wordt het gewoon op de boot gegooid. Daarom zijn die prijzen ook iets omhoog gegaan bij ze. Maar we hebben gewoon, we hebben Cherry Woods onderweg. Ja, die liggen al 5 weken stil volgens de traceercode. Ja, dat is kloten voor de koper. En andersom hebben we pakketten vanuit maart die nog moeten binnenkomen bij ons. Ja, weet je, ik vind het zo hypocriet van die mensen die dan 10 pakketten per dag gaan bestellen. En dan volgens zeuren dat het lang duurt. Ja. Weet je, dan denk je, met de rest van je straat, kom op. Hè. Ja. Dus proberen mensen erop te wijzen, voor je houdt rekening met vertraging. Ja, die vertraging kan een week zijn, maar ja, in het slechtste geval is het 2 maanden. Ja. En merken jullie eigenlijk nu ook nog dat er minder binnenkomt in de zin van dat jullie gespecialiseerd zijn in de Air Max 1? En dat ligt nu qua officiële releases een beetje op een laag pitje, een beetje stil. Meer juist. Ja? Ja, weet je hebt toch mensen, je zag het vroeger al, weet je wel. Het ene jaar was het K-Swish, toen was het Lacoste dat een beetje inkwam. Nou, zo heb je mensen nu ook, die nu door die Air Max 1 hype zijn ze Air Max 1 gaan dragen. En nu zijn het weer Balenciaga's of zo, weet je wel. Dus, en die denken, Air Max 1, wat moet ik ermee? Doe maar hoppa, weg. Weer weg. Ja. Als je naar jouw schoenencollectie kijkt, wat is een model wat je, zeg, 5 jaar geleden veel droeg en nu niet meer? De wat grovere Jordans gewoon. Ik zat eigenlijk te denken om vandaag een... ik heb ook weer voor mijn kas gestaan, weer als een kleine bitch. Ik dacht van, ja, wat gaat hij nou aanpakken? En uiteindelijk... ik wilde eigenlijk een 13 aandoen, een Jordan 13. Zo van, ja, wat mijn hele wereld ging maar tot 11 altijd. En toen op een gegeven moment zag ik Under, Murder Turk. Die zag ik in met een 13, die finesse dat ding zo hard. Dat ik dacht van, ja, shit, dat kan dus gewoon. Dus ineens zag ik zo die playoffs had ik. En dat is wel leuk. Dat is dan wel weer zo'n oud paardje wat ik eigenlijk altijd gedacht van ja, zoiets kan je niet verkopen. En dat staat dan nu op StockX wel voor richting de 800 of zo, weet je. Dus dat is wel van die leuke dingen. Dus die en de viertjes droeg ik 4, 5 jaar geleden heel veel. En nu weer wat minder. En toen op een gegeven moment was het helemaal runners en toen was het dat weer niet, weet je. En nu die P6, wat is het, 600, 6000 of zo. Ja precies. Van, ja, topschoen. En die ding kost helemaal geen drol, dus die kan je gewoon aftrappen. Ja, dat is ook wel eens fijn. Ik merk ik ook draag alles wel hoor. Ja? Ja, zeker. En ook zeker als ik iets te pakken heb wat een beetje lijkt alsof het misschien wat waard kan gaan worden. Om mezelf niet op te naaien dat ik het heb liggen. Dat ik denk, ja, kut, wel niet. Doe ik meestal gelijk als ik het haal aan de voet en gelijk iets ermee doen. En in het ergste geval gaat het gelijk gepaard met een avondje stappen. Ja, anders wordt die drempel alleen maar hoger. Ja. Ik heb ook bij sommige schoenen. Dat is met die dunkies toch? Zo van, ja, die moet je gewoon gelijk naar buiten. Ja. Gelijk aan, het liefst regenen. Dat is waarom begon überhaupt met gedragen schoenen kopen. Weet je, dan hoefde ik niet meer die eerste stap te zetten. Oh ja. Dat is ideaal. Ja, wel sick. Maar ik vind het toch altijd wel moeilijk. Omdat dan staan ze daar. En kijk, soms is het makkelijker als je dan een videoclip op gaat nemen. Om ze dan aan te trekken. Omdat je denkt, ja, dan heb ik sowieso op beeld dat ik ze een keer goed gerokt heb. Ja. Toch, ja, dat zou me wel makkelijker lijken om iets wel of niet te dragen. Ja, het is wel leuk om sommige dingen, als je iets een keer
een beetje op tijd hebt. Of het is zo gek als, zeg zo'n Amsterdam of whatever. Zo van, om dat in een videoclip te doen is top. Maar in principe is een videoclip natuurlijk, ja, die wordt geschoten en die komt niet binnen een maand uit. Nee. Zo van, ja, het is altijd een klein beetje mosterd na de maaltijd. Dus je moet of met een soort hele gekke oude schoen komen, of met iets zo belachelijk duur of vroeg, weet je wel. Zo van, ja, die, ik vond bijvoorbeeld laatst had Frenna in die Rutte-video. Frenna had trouwens hele harde Louis aan, hoge. Maar een van die drie boys, ik weet even zo niet welke, maar die rockte die Royals, die nieuwe, die eens. En die waren echt net uit. En die had hij al aan. Toen dacht ik van ja, dat is vet. Dat is net 3-4 dagen uit. Dus of die clip is gewoon geschoten, geëdit en eruit. Of je hebt een goede plug. Weet je, en dan vind ik het vet. Maar ik heb niet eigenlijk nooit echt video's die dan zo snel worden. Maar ik zou nu denken met videoclip schieten, dat is dan toch binnen. Het zou toch binnen 3 dagen gebeurd kunnen zijn? Ja, dat kan wel, maar ja. Ja. Hoe lang duurt dat gemiddeld? Ja, dat weet ik niet. Bij mij altijd wat langer. Ik release niet zo heel veel. Weet je wel, ik heb altijd wel. Ik probeer altijd rustig mijn tijd te nemen. En ik wil daar niet mee zeggen dat mensen die dat niet doen, dat het niet goed is. Maar zo van, ik zelf functioneer daar minder goed op. Weet je, ik wil wel een beetje solide plan hebben liggen voor mezelf. Dus nee, het kan zeker. Ja, je wil niet zomaar in het wilde weg pam, schieten. Nee. En soms heb er zijn nu wel een paar stylistes die wel echt gave dingen hebben. Die echt wel dingen best wel heel vroeg al hebben en zo. En dan heb je al wel wat gave dingen aan. Maar verder heb ik ook weinig. Ik heb ook niet super. Wat betreft schoenen ook niet super veel plugs of zo. Nee. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een friends and family of zo gehad. Ja, dat mensen dat wel altijd verwachten, weet je wel. Als je al een beetje BN'er bent, dat je dan altijd maar alles aangesmeerd krijgt voor gratis. Ja, ik ben het, en voor mij is dat, het is natuurlijk, ja, het is half, natuurlijk pissie zuur. Zo waar, ik zeg ook wel veel vet, toch? Zo, toen jij met die chunkies kwam zo heel vroeg, zo van dat momentje. Zo van, ja, we weten allemaal dat jij gewoon echt wel even lekker een bak koffie hebt ingeschonken. Ik dacht van, ga ik dit eens even online zetten en dan ga ik wel even. En in tegenstelling tot de andere foto van huis online, heb jij zeker even gezeten en even gekeken wat de reacties waren. Tuurlijk. Kijk, nou, snap je dus? Ja, en zo'n bitch ben ik ook. Zo van, dat is lekker. Ja. Maar kijk, dat is ook lekker. Dat het dus niet gebeurt. Kijk, dat is ook lekker omdat ik weet voor hoeveel raffles ik me ook inschrijf. En als je door mijn sneakers en stuff app scrolt, dan staat er alleen maar your name wasn't draw, weet je? Ja, maar zeg maar, nu noem je ook één. Zo van, ja, ik heb één keer wat via die fucker gewonnen, sneakers en stuff. En dat was gewoon weer die 90, die Volt Duck camo van laat. Ja, ik denk dat ik die wel 8 keer gewonnen heb. Moet ik met die meuk? Wel vet schoen trouwens. Absoluut. Ja. Ja, ik hoef hem niet 8 keer toch? Ja. Nee. Dat vind ik wel kut. Ja. Zo van, ja, dan vind ik toch wel. Dan wil je ook eigenlijk ook bellen zeggen, ja nee, doe maar eigenlijk dan de volgende release. Ja, dat je me dan doorlaat. Ja, fucking off-white apparaat winnen of zo. Ja, de laatste die ik nog wilde pakken. Deze uitzending komt iets later online nadat we hem op hebben genomen. Maar de laatste L die ik gepakt heb was voor die rood met witte Kentucky Dunk. Ja. Ja, ik wilde die oranje en ik wilde die rode. Hebben die oranje? Nee, het is allebei niet gelukt. Oh ja, die oranje heb ik wel, ja. En die rode? Nee, ook niet. Die heb ik ook niet. Kijk, en dan merk ik gewoon. Wel, ik denk als we online zijn dat ik hem wel heb. Dan merk ik gewoon hoe erg ik er nog in zit, dat ik het nog steeds niet los kan laten. Dan ga ik toch af en toe nog even naar Marktplaats. Ja, tuurlijk, even kijken. Zo mooi, jongen. Jij het wel onder je eigen naam? Ook nee, niet. Ook niet. Nee, joh, weet je, het is al feesten. Als je bijvoorbeeld een Snaantje genappie, ja, ben ik. ik heet Bissy op Marktplaats. Ja, heel hard. Ook, hey, die van hem heb ik al gepakt. Echt? Zijn schoenen. Oh ja, dat is wel chill dat het zo kan. Ja. Maar ja, weet je, als ze dat klinkt meteen weer zo popiopie. Maar ja, dat precies wat Kraantje zegt. Dan gaan de prijzen eerder omhoog dan omlaag. Ja, ik vind gewoon vet dat ik ja, je zegt popiopie. Maar ik vind het gewoon vet dat ik gewoon in de sneakerwereld gewoon geen reet voorstel. Ik vind het zo vet, jongen. Dat je gewoon, ja, gewoon je pak je L's, weet je wel. Je betaalt af en toe te veel. Dan koop ik weer. Zo ging ik ook in dan met die sock darts, weet je wel. Ik was, ja, vandaag vet schoen. Toen kwamen ze uit in die soort USA colors. Zo blauw, rood, wit. En dan had je die 90's gehad. Die echt als een gek omhoog gingen qua prijs. Ik dacht, ik pak die sock darts. Ook fucking veel van gekocht. Ja, dingen gingen gelijk de outlet in. Zit je daar met al die fucking sokken met zo'n rustig gedaan. Ja, ik was toen in Italië. En toen heb ik een paar bij One Block Down gekocht. En ja, ik vond die schoen prachtig.
Ja, echt ik ook. Pracht tot ik hem aan had. Toen dacht ik, oh nee, toch niet. Ja, inderdaad. En dan je teen die zo omhoog staat. En dan ben ik ook nog eens. Dan ga ik daar al nat mee. En dan, nee, wordt hem niet. En dan ben ik, 8 jaar later, ben ik alsnog de sukkel die dan wel nog een keer de winkel inloopt en ze dan van Balenciaga alsnog een keer koopt, weet je wel, als een debiel. Ja, maar toch moet ik zeggen dat nu we het over Sokdart hebben, jij hebt daar die Birkenstocks meegenomen. En toch, neuswise doet me dat daar best wel aan denken. Ja. Ja. Hij denkt, verdomme, dat klopt. Ja, ja zeker. Ja. Maar, ja, het is, maar de neus van een Birkenstock Boston is wel ietsje harder, hoor. Die andere is echt een sok. Ja. Die ja, is nog een soort van vorm. Dit is meer een klompje. Dit is meer een klompje, ja. En van waar heb je deze meegenomen? Haal ze er even uit. Ja, ik mag zeggen, dan, ik heb wel deze. Oh, kijk eens. Godzie dikkie, ik ben helemaal om de tuin geleid hier. Ja. Ben erin getrapt. En jij zei, neem even wat mee. Ja. En ik heb deze, ik denk dat de mensen die mij een beetje volgen en die ook mijn schoenen überhaupt interessant vinden, die weten dat ik deze al een poosje heb. Ja. Het leuke aan deze is, ik heb alles misgegrepen van deze hele. Ik ook. Ik heb deze, en kijk, de naam staat er nog op. Nicola Bucco. Het is een kennisje van me uit, althans ik ken hem eigenlijk het beste door deze schoen. Hij werkte in een hele gaaf tent in Groningen. Uurwerkers, shout-out uurwerkers en zijn horeca. En hij liep binnen op deze schoen. En ik zag ze toen voor het eerst in het echt. En toen babbelen. Ik zei, ja, volgens mij moet ik die wel hebben. Ik zei, hoe kom je eraan? Ja, raffle gewonnen, een beetje babbelen. Ik zei, wat moet je ervoor hebben dan? Nou, hij noemde een bedrag. Ik zei, ja, wil ik ze wel nu? Ja, lastig, hoe moet ik dan naar huis? Ik zei, dan krijg je mij. Nee, ik had nog een paar andere schoenen. Sokdarts had je aan. Ja, ik had sokdarts aan. Nee, maar wel, het leek er wel op. Flyknit Vapormax. En toen uiteindelijk een prijs afgesproken. Echt een steal. En hij zei van, is goed, ik gun jou die schoen. Ik heb er al een poosje op gelopen. Ik heb erop getekend. En moet je me wel beloven dat je volgende week in je AFA, tijdens de AFAS, je show ze aanhoudt en mijn naam er niet afhaalt. Nou, gedaan. Dus zodoende ben ik toen aan deze gekomen. En ik hoop nog steeds dat ze echt zijn en shit. Maar ik ben er fucking blij mee. Maar ik snap nu dan dat je er geen doos bij hebt. Maar ik nee, ik heb er geen doos bij, niks. Ik moet je eerlijk zeggen, het doet me wel echt pijn dat ze in die Birkenstock-doos zitten. Ah, joh, dat ik heb is daar echt geweldig. Nee, mijn OCD gaat hier helemaal. Ja, nee, maar kijk, dat zeg maar. Ik durf echt hardop te zeggen dat ik ben echt een liefhebber van schoenen. En ik heb echt een gekke liefde voor stof en rubber. Mm-hmm. Maar het zijn wel nog steeds schoenen. Zo van, wij zeggen met z'n allen 1700 euro. Ja. Maar het is gewoon rond 60 euro. Ja. Zo van, en zo moet je het wel ook blijven behandelen, vind ik. Anders dan word je helemaal gek. En hoe zit het eigenlijk bij jouw collectie? Bewaar jij altijd de doos erbij? Nee, ik heb wel een stapeltje schoenendozen liggen van schoenen waarvan ik denk van, ja, weet je, als ik die ooit weer verkoop, dan vinden ze dat nog wel handig. Maar verder heb ik alles voor mezelf gewoon uitgestald staan. Mijn vriendin wordt altijd boos omdat het een bende is. Ik vind ook, alles moet je dragen. Die ik nu bij heb, dit zijn de enige die ik nog nieuw heb liggen. En dat is de reden, omdat ik heb ze dubbel. Deze heeft Sam, Vice Bespoke, ze heeft deze voor mij afgemaakt. Gewoon een simpele ID. Maar deze schoen die tekent voor mij gewoon hoe ik sneakers waardeer. En dat heeft ermee te maken. Hij is gebaseerd op een London sample van Overkill. Een Concord sample, noem het hoe je wil. Deze heeft meerdere naampjes. Mm-hmm. Niet meer draagbaar ondertussen. Het is helemaal van suède. En dat is een schoen die ik nu ook gewoon 3 keer volledig heb afgetrapt. Dus ook niet meer de moeite doen om te zoeken. En toen zei ik tegen Sam, joh, ik wil die schoen. Maar dan wel op een manier dat ik hem kan dragen. Want ik vind het ook, iedere schoen moet je dragen. Tuurlijk, ik snap het. Als je vintage verzamelt, draag je niet. Hè. Hou het dan ook gewoon netjes. Maar dat is wel een andere tak van sport. Maar toen heb ik deze dubbel laten maken. Nou, dat heeft hij netjes gefixt. Maar wat heeft hij eraan veranderd dan? Mag ik eens kijken? Heel simpel. Hij heeft gewoon de details roze gemaakt. Want roze was geen optie. Dus je kon hem wel helemaal clean crème pakken. Bewust crème gepakt. Omdat ik weet dat ik die nooit wit ga houden. En dus 2 keer heb laten uitvoeren. Zodat ik deze als backup straks heb. Weet je wat me ook heerlijk lijkt als je zo eigenaar van Outsole bent? Dat stel je nou voor, je hebt zelf een paar schoenen een paar keer gedragen. En er komt dan een gedragen versie binnen die er net iets beter uitziet. Zeker. Dan is het gewoon een schuiven. Ja. Maar dat is het ook, weet je. De schoen in mijn collectie, het rouleert. Ik heb heel veel persoonlijke ID's en als ik ze echt niet meer tof vind, dan zet ik ze online.
Zo, lekker man. Ja. Echt mooi deze. Gelukkig doet Bas dat niet, want Bas dat is als iemand die gewoon Firetex aantrekt naar een Defcon. En ja, daarna wil je het niet meer online zetten. Nee. Dus, die verzamelt echt nog wel harder dan ik hoor. Maar word je daar wel echt vrolijk van, man. Als je gewoon mensen ja, op dat soort geweldig. Schoenen gewoon, nog gewoon echt tot de mee ziet lopen. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik was ooit een keer in Meijerhoven in een apres-ski bar. En daar stond dus een meisje op die Tiffany Dunks. Ja, die waren helemaal gereld natuurlijk. Ja, ik vind die echt, ja. En ik vind die echt mooier worden hoe meer ja, bizar die gaat. Maar ja, zo oh, van zo. Hetzelfde nee, als zo van het is dat ik kan natuurlijk helemaal niet. Ik kan natuurlijk helemaal niet skaten, weet je wel. Maar ik vind dat, ja, als ik dat zie, hoe ze die echt kapot skaten, die Dunks. Zo van ja, ik zou dat echt kopen. Lekker, ja. Nou, ik leg er echt wel geld voor. Gewoon voor echt van die afgetrapte tiffs. Dus je bent helemaal gek. Ja, maar ja, sowieso toch. En hebben jullie eigenlijk nooit erover naast zitten denken om bij Outsole bijvoorbeeld ook kleding erbij te gaan doen? Ja, het is, we hebben allebei een baan ernaast. Mm-hmm. En dat houden we op het moment ook gewoon graag zo. En dan is het toch als je merchandise en zo, ja, weet je, het is allemaal wel tof. We hebben ook wat tasjes mee. Je merkt dat er best wel veel tijd in gaat zitten. Dus het zijn wel leuke dingen om extra te doen. Maar heel eerlijk, je komt er op het moment gewoon niet aan toe. Nee, ik had wel verwacht dat je het fulltime zou doen eigenlijk. Ja, dat denken de meesten, ja. Ja. Het is fucking pittig hoor. Ik zit naast schoenen ook gewoon in de muziek. Echt? Ja. Maak jij muziek? Ja. Nee, maar het is, weet je, kijk, en dat is wat mensen onderschatten altijd van een outsole. Als je me helemaal plat slaat, op een gegeven moment word je gewoon een magazijnmedewerker. Want ja, je koopt schoenen en ja, je vindt ze leuk. Maar weet je, als je 10 keer een Burgundy hebt gehad, die 11e keer is dat echt wel minder interessant dan die eerste keer. Ja. En op een gegeven moment koopt iemand ze, je pakt ze in en je post ze. Nadat ik mijn school had afgerond, dacht ik wel van ja, weet je, ik wil ook gewoon andere dingen blijven doen. En met name de mensen om je heen, dat is enorm belangrijk. En dat merk ik wel. Nou, in de coronatijd, je zit in één keer gewoon thuis zonder de standaard mensen om je heen. Ja, als je dan besef je even wat het is om fulltime outsole te gaan doen bijvoorbeeld. Ja, maar toch ook wel fijn dat je dan een markt beheert die tijdens corona gewoon doorgaat. Zeker, ja, tuurlijk. Kijk, heel eerlijk, wij hebben de vruchten er wel van geplukt, absoluut. Dus dat is mooi meegenomen. Maar het is, misschien ooit in de toekomst, weet je wel, dat je toch nog een soort een platform van wil maken. Maar dan bedoel ik ook gewoon een fysiek platform waar mensen kunnen binnenlopen, schoenen kunnen laten customizen, repainten, weet ik het wat. Kijk, ja. Dat vind ik allemaal hele toffe ideeën. Alleen, het kan altijd nog. Ik vind het wel lekker zo. Ja. Maar hoe moet ik het dan qua webshop voor me zien? Hoe vaak zijn jullie ermee bezig? Is het dan zo, ja, op zaterdag dan rijden we altijd naar het postkantoor? Nee. Kijk, het is wel dagelijks. Dus je combineert het. En op werk, ze weten dat outsole minstens gelijk staat aan gewoon je werk. Dus als outsole plat gaat overdag, bij wijze van, ja, dan moet ik direct daar focus op kunnen hebben. Je hebt ook wel jongens als achtervang. Dat is wel fijn dat het van je werk mag. Zeker, zeker. Onder werktijd gaan pakketjes standaard op de post. Na werk ga je naar een magazijn, pik je de schoenen op die gedaan moeten worden. Nou, je zorgt dat ze ingepakt worden. En de volgende gaan mocht ze dat meteen op je werk of begrepen ja, ze dat? Ja, nee, maar dat weet vanaf. Ja, weet je, ik deed het al in de schooltijd. Oh ja. Dus toen ik in een collegezaal zat, dan was ik altijd al gewoon met sneakers bezig op Facebook en dat soort dingetjes. Mijn studentenkaart heb ik met name gebruikt om gewoon van stad tot stad te gaan. Ik heb een geweldige tijd toen gehad om nog overal schoenen te kopen. Ik hoefde bijna geen colleges te volgen. Het was allemaal best wel vrij geregeld bij ons. Dus ik kon mijn studententijd op een hele andere manier benutten. Dus toen is eigenlijk, ja, dat is de hele achtergrond van outsole waar dat is begonnen. Maar als je dan terugkijkt op die tijd en nu, hoe is het dan veranderd logistiek gezien? Hoe bedoel je dat? Nou, dus hoe is het heel anders qua verzenden of opslag en dat soort dingen? Ja, je bent op een gegeven moment ben je echt zakelijk gaan worden. Kijk, eerst was de intentie gewoon je verkoopt en je koopt omdat je je collectie wil uitbreiden. En op een gegeven moment denk je, ja, dat is ook niet meer vol te houden op deze manier. Je wil het wel commerciëler gaan doen. Ja, dan ga je in één keer zakelijke diensten afsluiten met een Molly of met een MyParcel om dat allemaal te regelen. Ja, dan gaat het er wel anders uitzien. Maar je omgeving die weet ook niet beter dan dat jouw basis is. En dat je daarnaast nog werkt, ja, weet je, dat is de combinatie die je moet maken. En hebben jullie dan ook een aanpassing in het bedrijf gedaan door bijvoorbeeld een StockX of Klekt? Dat je dacht, oh wacht even, zij doen het zo, dat moeten wij misschien ook wat meer doen of juist niet? Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat gewoon wel eigenwijs ook hoor. Dus misschien worden wij wel ooit een keer de V&D die ook gewoon stil blijft staan. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, kijk, outsole doe ik vanuit een passie. Anders had ik nooit, ik denk dat ik zeker 80 uur per week werk.
dat moet je wel vanuit een bepaalde passie doen. Als je op een gegeven moment die passie niet hebt voor die schoenen, dat ik bijvoorbeeld off-whites heen en weer ga schuiven, ja, dat komt niet meer uit mijn passie naar voren. Dus daarom blijf ik gewoon eigenwijs puur op die, met name de Air Max 1 zitten. 80% van wat we doen of zo is Air Max 1. En de rest, ja, dat zijn andere schoenen die met collecties toevallig meekomen. Maar bij onze inkooppagina, je kan bij ons gewoon verkopen op de website aan ons. Dan zeggen we ook heel duidelijk, joh, alleen Air Max 1, de rest vinden we niet interessant. Nee. En zit er nog een Air Max 1 release aan te komen waarvan je denkt, oh, dat vind ik wel interessant? Ik zag een tijdje terug die denim Air Max 1. Ja, precies. Dat zet ik ook aan. Kijk, het moment komt weinig, hè? Ja. En dat is, dat is toch wel een toffe, als hij inderdaad eraan komt. Ik las iets van 6000 paardjes of zo. Maar ook ik vind hem niet speciaal of zo. Ik vind hem wel erg simpel. Ik vond een paar jaar geleden kon je denim ID's maken. Mm-hmm. Dat was keihard. Dan kun je alle kanten op en materiaal meer denim gebruikt wordt. Precies. Ja. En nu maakt dat denim had ik ook dan al verwacht, hoor. Ja. Nu iets met, ja, het ziet er wel als denim. Volgens mij is het niet eens echt denim materiaal toch wat erop zit. Althans. Nee, ja, alleen dat volgens mij alleen dat dingetje voor op de de veter, bij de teen. Check. Maar het is het is een blauwe schoen. Ja. Ik vind hem wel tof, maar ik denk niet dat het een volgende pad daar gaat door of zo. Nee. Heb jij iets online gezien waarvan je denkt, oeh, ja, dat wil ik toch wel proberen? Ik vind die nieuwe Skies die eraan zitten komen, vind ik wel heel gaaf. Ik vond sowieso die Waffles vond ik echt, echt geweldige schoen. Ik hoop wel bijna alle kleuren uiteindelijk te pakken weten te krijgen. Dus die vind ik wel echt gek. En even kijken, wat vind ik nog meer interessant? Ik vind het wel leuk, die Dunk Hype, zeg maar. Ik vond die rode nu, vond ik echt tof. En ik vond wel die oranje, hoe heet dat? Syracuse. Ja, ik spreek het altijd verkeerd uit. Ja, dat vond ik wel echt een knaller. Maar die komt later in het jaar, zag ik op de release kalender van Sneakerjagers ook nog in het hoog uit. Oh ja. Ja, ik heb nu al een paar keer heb ik al een wat oudere versie daarvan bijna gekocht online. Oh ja. Het is wel tof, wel goed. Maar en wat de Dunk betreft, wat heeft je voorkeur, hoog of laag? Maakt niet zo uit. Ik heb overwegend laag. Een paar hoge. Nee, ik heb niet zoveel moeite mee. Ik vind net als met Jordans vind ik laag en hoog ook allebei wel erg tof. Ja. Daar gewoon niet echt mid. Alleen ik had dus ik weet dus niet waar dat vandaan komt. Maar dat is dus wat ik zeg. Mijn stijl is af en toe een beetje zoekende. Dan heb ik me gewoon weer laten vertellen dat mid niet kan. Dan draag ik gewoon geen mid. Maar ik kan helemaal niet vertellen waarom niet. Gewoon zo ben ik, weet je wel. En ik had die UNC's had ik dan. Het kwam ik, dacht ik altijd van, toen deze uitkwam, dacht ik, nou, die heb ik gewoon nog, wat vet, die oude, zit ik helemaal tof mee lopen. Maar ik ben pas laatst achtergekomen dat mids waren, joh. Ik loop gewoon de hele tijd al toch op mid. En heel Groningen lachen. Nou, ik denk wel, ja. Ik in elk geval zelf, dat ik denk van, ja, wel gewoon, dat is niet best wat je aan het doen bent. Maar nou hadden we het eerder al over, dat soms kan je in een outfit, daar kan je echt mee shinen als je moet optreden. Ja. Nou, hoe zit het nu eigenlijk met de optredens? Ja. Niet toch? Nee, volgens mij zou je eigenlijk op dit moment van het jaar van hot naar her rijden om overal te staan. Ja. Ja, niet. Nee. Maar en werkt het dan zo dat je dan meer muziek gaat schrijven of probeer je iets anders te bedenken? Nee, ik ben wel heel veel in de studio. Ik ben sowieso, weer gaan beginnen met de volgende plaat. En dus dat tempo ligt nu best wel heel hoog. Dus daar ben ik wel een heel eind mee nu. Maar optreden, ja, nee, ja, dat is er gewoon niet. Weet je wel? Nee. En ik moet zeggen van, er wordt wel leuk creatief nagedacht. En er zitten echt hele leuke soort van oplossingen tussen. Maar ja, het zijn allemaal oplossingen, weet je wel. En ik moet ook zeggen dat in sommige gevallen ben ik nog niet dat ik zeg van, daar zoeken we nu per se een oplossing of zo. Ik kan me niet echt voorstellen dat dat ik nu per se een livestream... Nee, de nood is als het ware niet zo hoog of de paniek van, dat moet ik doen. Nee, ja, weet je, kijk, voor mijzelf sowieso niet. Maar ja, ik denk in dat geval niet per se aan mezelf. Want als ik dat doe, doe ik dat natuurlijk gewoon voor de mensen die mij willen zien, als het goed is. Alleen ja, ik ben nog wel even zo van, ik ben er nog niet over uit dat ik denk dat het een goed idee is dat ik welkom in de feesttent ga zingen vanuit een lege toko. En dat mensen dat thuis met een bak popcorn moeten gaan zitten bekijken of zo. Dus... Dus ik ben even niet aan het spelen nu. Maar ik zag laatst op tv een, correct me if I'm wrong, een beetje een hardstyle-achtige DJ. Nou, het was in ieder geval wilde muziek, laat ik het even daarop houden. En dan zaten er in de zaal stonden een x-aantal stoelen, daar zaten mensen op. En die gingen dan zittend zo uit hun dak. Ja, dat vind ik te gek. En toen dacht ik,
Nou ja, werd er daarna gevraagd, wat vonden jullie ervan? En die mensen waren laaiend enthousiast. Ja, natuurlijk. Dus daarom zeg ik zo van... Ik, als ik er zo naar kijk, dan denk ik ook verder. Ja, dat is toch gek? Ja. Maar ja, het is wel... Die mensen die zien wel alsnog de DJ die ze gewoon te gek vinden. Dus, dus als zij het leuk vinden... Heb je hem ook met die auto's gezien? Dat was in Duitsland. Ja, bij Index geloof ik. Geweldig. Busy zag ik, Doughboy, je broer. Die zag ik allemaal weer, allemaal mensen in auto's. Ja. Oh, ja. Het is wel tof, maar het moet wel een gaaf idee zijn, weet je. En ook die platformen, daar zitten waarschijnlijk nog een beetje kinderziektes in. Zo van, op z'n tijd. Ja. Als het echt nog, als er echt daar geen uitzicht is, dan kunnen we daar wel naar kijken. Maar ja, nu precies. Ben ik nog wel een beetje afwachtend daarin. En je bent natuurlijk naast muzikant ook viroloog. Ja. Wanneer denk je dat het weer een beetje kan optreden? Nou, ik heb nu een paar onderzoekjes tegelijk lopen. En ga er maar vanuit dat ik morgen wel met een medicijn kom. Ja. Ja. Maar wanneer denk je dat je weer op zou kunnen treden? Nou ja, dat weet ik niet, maat. Echt niet. Zo van, ja, als ik dat nu moet gaan zitten... Ja, ik zou niet weten waar ik dat op moet baseren. Ja, ja ik denk 12 september. Nee, okay. Ja, nee, ik heb echt geen idee. Ik weet daar niks van. En het is echt koffiedik kijken. Heb je dit jaar wel afgeschreven voor jezelf? Nou ja, ik heb in principe op papier staat mijn clubtour gewoon nog. Die heb ik aan het begin van het jaar had ik die. Toen moest ik hem verschuiven. Die staat nu voor eind oktober, begin november. Staat die clubtour in principe op papier gaat die nog gewoon door. Ja, ja het zou natuurlijk naïef zijn om echt te denken dat weet je, die kans is natuurlijk wel kleiner nu. Maar nogmaals, ja, ik weet het niet. Ik ben precies. Dus alles behalve een viroloog of iemand die er echt verstand van heeft. Dus ja, als het kan zomaar zijn dat iemand morgen zegt van ja jongens, het kan weer. En dan staat hij er. Weet je, maar als iemand zegt, van, ja, tot eind van het jaar zalen niet groter dan 150 man. Ja, dan kan het niet doorgaan. Want mijn zalen zijn wel allemaal 1000+. Als dat dan niet door zou gaan, zouden mensen dan een voucher krijgen? Oeh, met de zalen is dat, wordt dat geregeld. Ik denk inderdaad dat je of een voucher of je geld terug, dat is allemaal supergoed geregeld. Ja. Maar ik ga wel met een betere optie komen dan dat. Dan dat. Want ik ben nu in de... Ja, ik ben nu geblest met het feit dat als wij tour aankondigen... dat die binnen no time uitverkocht is, waar ik heel dankbaar voor ben. Dus ik kan me best wel goed voorstellen dat als je dan dat kaartje hebt... dat je hem niet nu wil inruilen. Zo van, ja. Ik ga wel met een andere optie komen. Maar mocht iemand wel zeggen van ja, laat maar, het nieuwe album dadelijk niks of whatever... dan zijn er wel oplossingen voor. Maar en een paar jaar geleden had je van die trainingspakken? Trainingspakken? Ja, ja. Je kwam net nog met wat spullen binnen... Ja. Doe je eigenlijk nog merchandise? Ja, ik zou dus wat ik zeg, ik zou die mijn tour zou eigenlijk van start gaan in. We komen goed van pas. Ja, goed hè? Ja. Heerlijk. Shirtje erbij. Die kan je in je wit-rode dunks aan doen. Oh nee. Ja. Kijk, geen shirt. Gaat minder deze dagen. Maar ik heb heel veel merch laten maken voor die clubtour die dus uiteindelijk niet doorging. En ik ben nu een beetje aan het peilen met... wat jij zegt, een webshop maken is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. En ik had geen goede die up-to-date was. Dus die heb ik wel laten maken. Maar ik moet ook eerlijk toegeven, ik vond het ook een beetje ongepast... om aan het begin van de corona dan gelijk online te gaan. En zeggen, oké, maar dan heb ik wel een webshop. Koop alsjeblieft mijn merchandise. Ja. Of ja, gast, we zitten hier met een kaartje voor jouw show. zou je niet even rustig aan doen, weet je wel. Dus ik dacht van, dat is misschien niet helemaal netjes. Maar ik krijg wel heel veel vraag nu ernaar. Dus ik denk wel dat ik, maar misschien op het moment dat dit online is, dat we al wel ook zelf al wel wat dingetjes inderdaad online hebben. Gewoon, Ja, want ik vind het idee toch ook wel grappig dat je de officiële tour merchandise kan kopen van een tour die eigenlijk nooit is gebeurd. Ja, ik heb letterlijk, er is één shirt, die hadden we eigenlijk voor ons, voor de crew gewoon gemaakt. En daar staan dus alle data op. Oh ja, en die gaan dat vind ik echt door. Tof. Dus ik denk wel dat ik die ook, dat is wel... Ik denk dat ik die juist online ga gooien. Man. Want, Kun je er niet een soort Bennett edition van maken? Precies. Zoals die Jordan. Ja, precies. Dat soort dingen. Ja. Tuurlijk. Ja. Heb je tijdens de coronacrisis ook nog zitten nadenken van... zoals het er nu naar uitziet, gaat optreden niet gebeuren. Is er nog iets anders wat ik leuk vind? Nou ja, ik moet zeggen dat ik schoenen is gewoon... daar kan je gewoon een dagtaak van maken. Ik kan echt uren surfen en dingen lezen en... Ja. En met jouw accounts kijken. Ja, met al mijn accounts een beetje inloggen en uitloggen en een beetje bieden. Inschrijven voor raffles, verliezen, verwerken, weet je wel. Nee, ik heb best wel veel inkopen en verkopen met die dingen gedaan. Dus dat hield me wel bezig. Maar zou het je bijvoorbeeld ook leuk lijken om schoenen echt te ontwerpen of te voorzien van kleuren en zo?
Nou ja, het lijkt me wel lachen om, weet ik veel, keer bij een met een programma of zo, dat dan elke gast een stukje doet. Maar ik heb niet, echt de drang dat ik zelf. Ik weet niet of ik dat kan. Laten we het gewoon voor de gekkigheid eens proberen. Wij hebben namelijk in het programma zo'n onderdeel. Ik heb jullie allebei een Air Max 1 laten zien. Elke gast in deze show die mag een onderdeel uitkiezen. En vertellen wat voor kleur dat stukje moet krijgen. En wat voor materiaal het moet worden. Inmiddels zijn we ver in het seizoen. Dus het is best wel moeilijk voor jullie. Want de schoen die heeft al een x aantal kleuren. Dus ja, dan moet je misschien wel een beetje je eerste plan aanpassen. Ik vroeg het aan jou, Alex. En jij wist eigenlijk meteen wat je wilde. Ja, ik vond het ik vond trouwens zo snel gegaan bij iemand. Ik vond de aanvulling van 5 stacks vond ik ook echt top. Ik ook. Echt een goeie. Waarom noem jij hem 5 stacks? Ja, omdat dat zijn achternaam is, toch? Zo heet die gozer, toch? 5 stacks? Ja, Jort. Je hoort 5 stacks. Oh, ik dacht Gijsberts. Ja, maar ja, ik vond 5 stacks vond ik gewoon harder. Okay. Nee, ik dacht misschien is er een verhaal wat ik heb gemist. Maar goed, ja, daar ben ik ook zeker blij mee. Want ja, dan krijg je toch een beetje dat het één geheel wordt. Maar dat is hetzelfde verhaal met de lip die Michael heeft gedaan. Ja, vond ik ook tof. Ook tof. Ook inspirerende gozer vond ik dat. Vond ik leuk. Ik heb heel de podcast geluisterd die vorige. Oh, leuk. Vertel, voor welk onderdeel ben je gegaan? Dit, waar die fetus doorheen gaan. Ja. Dat is normaal denk ik plastic. Ja. Ja, en ik dacht, dat moeten we kijken of we dat van steen kunnen doen. Van Onyx. Maar ik appte jou en jij zei dit meteen. Ja. Hoezo had je dit meteen? Ja, omdat het mij gewoon gaaf leek dat er dus Onyx in een schoen zat. Ja. En, maar hoe kom je bij Onyx? Ik denk dan meteen aan Pokémon eigenlijk. Oh ja. Dan, daar heb ik dan weer minder last van. Nee, ja, ik vind dat mooi. Gewoon een goede glimmend. Als je dat gewoon goed mooi polijst wordt, gaat het heel goed glimmen. Ik dacht, ja, dat is toch tof. Dat gewoon, ik vond het meteen een heel vet idee. Ik dacht, ja, maar goed, dat was eigenlijk al mijn. Dat was natuurlijk mijn ding. Maar ik dacht, dat, als je dat goed op maat maakt, dan kan precies die leestip. Kan echt precies. Ja, ik heb een plaatje van een onyxsteen gegoogeld. Die heb ik er op vakkundige wijze ingeshopt. Snap ik wel. Dus ik hoop dat het naar wens is. Dan wordt die zo. Ja, vind ik top. Ja? Ja, is vet. En ik de enige die gewoon een mini Pokémon erin had verwacht. Goedgekeurd? Ja, ik vind het vet. Want ik vind gewoon, ik vond dat het hier, als het hier zwart zou worden, dat zou ik sowieso hard vinden. Gewoon. En toen dacht ik van ja, als het iets anders is dan gewoon plastic. Ja, ik ben ook erg blij als een kleur die er al in zit weer terugkomt. Om toch een beetje in hoeverre het nog kan bij deze versie de rust te bewaren. Dit was ook echt een goede start, jongen. Zeker, ja. Daar is heel sneakerjagers on-air kijkend publiek ontzettend blij mee. Maar goed, ik moet wel eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat dit er vervolgens uit zou komen. En ik vind het best wel tof allemaal. Frank, voor welk onderdeel ben jij gegaan? Nou, voorop, ik vind die roze swoosh het hardst van die hele schoen. Echt? Maar dat komt gewoon vanuit mijn liefde voor roze. Dat is in schoenen geweldig. Dus ja, ik ben er wel een groot fan van. Ja, ik vind roze ook een hele mooie kleur. Maar ja, om te beginnen met fluoriserend roze, dan ga je zo een bepaalde hoek al in. Maar niet uit, kan niet missen. Okay, dus beter ermee beginnen. Voor welk onderdeel ben je gegaan? Ik vond hem wel lastig, man. Ja, ik ben uiteindelijk voor het stukje layer, dus zeg maar bij mesh staan. Yes, ja. Daarvoor ben ik gegaan. En ik dacht enerzijds, je moet die schoen wel gewoon clean houden. Maar anderzijds, ja, weet je wel, je moet het vijs besproken samen ook niet te makkelijk gaan maken. En zo'n schoen moet ook wel iets hebben, weet je wel. Ja. Ik zie wel eens mensen die gaan dan echt naar zo'n bespooklab in Amerika en die komen dan terug met een schoen. Ja, dat is nog net geen all-white leather. Dat ik denk van, ja, had er gewoon een ID gemaakt. Precies, ja. Dus nee, ik ben voor kurk gegaan. En dat met name om gewoon wel die bruin tinten van de zool en met name ook de gumsel aan te houden. Wat vind jij nog belangrijk dat er verteld moet worden van het kurkgedeelte? Het is een verschrikkelijk materiaal vaak op schoenen, omdat het er best wel gevoelig is. Dus het kan scheuren en dat zie je met name bij die MX-90 zie je dat duidelijk. Dus ik dacht, als je het gebruikt, moet je het op een subtiele plek gebruiken. Ja. En het creasen gebeurt er meestal net voor. Dus ja, ik denk dat het hier wel goed gaat. Ja, en ik vind het gewoon op het oog, vind ik het een prachtig materiaal om te verwerken. Dus vandaar die keuze. Ik vind het een goede keuze. We hadden het er op de app even over. Dat we gaan kijken of we de kurk een beetje dezelfde kleur kunnen krijgen. Zeker. Als de midsole. Nou zie je bijvoorbeeld bij de midsole dat ja, dit is gewoon een verfemmertje wat ik eroverheen heb gegooid. En dit is een beeldscherm. Dus de daadwerkelijke kleuren kunnen uiteindelijk hier en daar nog een beetje afwijken.
Maar we gaan kijken of we die twee kleuren van de kurk en de midsole hetzelfde kunnen krijgen zonder dat we deze kleur te veel aanpassen. Ik denk ook dat Sam er heel blij mee is, want er worden echt gekke dingen geprobeerd, zoals het steen hier en het metalen driedimensionale swoesje voorop. Waar ik door jou ook achter ben gekomen, ik ging Google op afbeeldingen kork. Nou, en toen vond ik dat het een plaatsje in Ierland was. Oké. Okay. Ja. Oh, fijn. Dus toen dacht ik, ik typ toch maar in kurk. En toen kreeg ik wel foto's van kurk te zien. Tot zover mijn anekdote over mijn spreekbeurt over kurk. Top. Creatief met kurk. Zo, dat is leuk. Volgende week kan ik alvast zeggen, of iets langer dan volgende week. De volgende uitzending hebben we twee hele leuke gasten hier. Waarvan er eentje sowieso uit Rotterdam komt. Hij heeft samen met Michael van Doop gecampt voor de Yeezys. Dus de mensen die de vorige aflevering hebben gezien kunnen misschien weten over wie ik het nu heb. Het is geen prijsvraag. Wat overigens wel een prijsvraag wordt, is deze Air Max 1. Want die kan jij uiteindelijk als hij af is winnen. Hij wordt gemaakt door Vice Bespokes. Naar mijn inzien de beste custom schoenmaker van Nederland. Zeker. Jij bent onlangs nog bij hem geweest. Was dat voor een geheim project of was dat voor die Air Max? Nee, ik mag Sam graag. Dus ik heb me altijd beloofd, joh, ik kom nog een keer bij je langs. Maar ja, daar moet er maar net van komen. Dus nu gewoon een datumpje vooruit gelegd. En we willen nog wel een keer wat samen doen. Outsole bestaat dit jaar ook 5 jaar. Dus dat is eigenlijk een moment waarmee je nog iets wil. Maar dit was niet. Dit was gewoon lekker een bakje pleur drinken. Oké. Okay. Dus er zijn nog geen geheime modellen bekokstoofd. Nog niet. Ik zag trouwens die Air Max 1 Amsterdam. Of Albert Heijn die jij heeft gemaakt. Van al die. Wat is het? Slangenleren, pythonleren. Ja. Zo, die zijn wel mooi geworden. Ja. Ja. Misschien is dat voor mij wel de schoen van het jaar. Maar welke is dat voor jou? En dat kan een schoen zijn die al uitgekomen is dit jaar. Zo. Of die nog moet komen? Mag ik een heel flauw antwoord geven? Ik vind dat dit jaar gewoon ga voor de Nike Air Max 1 ID. Gewoon maak hem zelf op Nike.com. Fantastische kleuren. Ik vind de shape niet heel best. Wat vind je daar nu niet goed aan? Weet je, de laatste jaren hebben ze wel weer echt, wat ze heel goed hebben gedaan is gewoon die pre 2008, 2007 shape gebruikt. Dus die gewoon lekker spits afloopt. Ja. Ja, Michael vertelde daar de vorige keer natuurlijk al van alles over. Daar ben ik het echt met hem mee eens. Alleen nu zie je toch weer dat het weer wat vierkanten, weer wat lomper wordt. Dus dat is een nadeel, maar ja, weet je, trap die schoen lekker af, kies gewoon wat geweldige kleuren. En kan je eens aanwijzen waar die dan precies voor jouw gevoel vierkanten wordt? Ja, het is met name de toebox vanaf de bovenkant, die wordt iets lokkeriger, dus wat minder spits. En dat zie je ook terug in dan het neusje die iets verder zo loopt. Ja, dat is wel overdreven, maar hij loopt niet meer gewoon lekker naar beneden toe. Maar en waarom doen ze dat, denk je? Kosten besparen. Ja, is het zo simpel? Ik denk heel simpel. Het is net afhankelijk van waar ze laten produceren. Ja. En dan is er natuurlijk gewoon, joh, wat is mogelijk binnen het kostenplaatje wat ze voor ogen hebben. Ik denk, weet je, iedereen die heeft altijd van alles te fit op de kwaliteit van Nike. En natuurlijk zijn er ook wel schoenen die doorgelaten worden waarvan je denkt van, nou, weet je, dat had mooier gekund. Maar je moet ook realistisch zijn, weet je wel. Wat verwacht je tegenwoordig voor dat geld wat je ervoor neerlegt? Ja, ze kunnen niet meer een super premium schoen neerleggen. Dat zullen ze gewoon niet meer doen. Dus ik denk dat het een kostenoverweging is om, om die neus eruit te laten zien zoals ze nu is. Ik kan maar geen andere reden inbeelden, want ik denk dat weinig mensen dat een mooiere shape vinden dan wat ze de afgelopen paar jaren op de markt hebben gezet. Ja, over klagen over een Nike-schoen gesproken. We hadden het net over het kurk en die Air Max die helemaal van kurk was. Ja, die infrared? Ja. Zo. Ik kan je vertellen, ik heb die gehad. Ik heb daar één keer tot de hoek van de straat gelopen en ik ben weer teruggegaan omdat die schoenen zo piepten. Je wordt eigenlijk bijna alsof je klopt. Ja. Ik ben ook letterlijk teruggegaan. Ik dacht, dit kan niet. Nee, ik voelde me echt een clowntje. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, weinig gaan. Weet je, in het verleden ook wel eens gebeuren met schoenen. Ja, dat. Ja. Zonde. Stuur ze terug als het je niet bevalt. Ja, nou, we gaan... Wel zonde. We gaan niet klagend afsluiten, maar met loftrompetten. Wat is voor jou de schoen van het jaar 2020? Hoeft niet per se Nike te zijn. Mag ook Birkenstock zijn. Nee, ik vind sowieso die Boston vind ik echt helemaal top. Ik moet zeggen dat ik kwam er niet helemaal uit. Ik vond die Spiriden Stussy en dan die Fossil kleuren... Ik ga hem even googlen. Vond ik echt,
echt een gave schoen. Hele toffe materialen. Heel tof model vind ik het ook. Het is wel, weet je, je wist wel gelijk dat van, oké, dan zullen er wel een aantal colorways onderweg zijn. Dus dit zal wel om de hype. Het is deze. Ja. Het is niet mijn schoen, maar ik vind hem echt heel mooi. Bedoel je dat het niet jouw schoen is als in letterlijk, hij is niet voor jou? Nee, ja, het is niet, ik vind het model, ik zou hem nooit kopen. Nee. Maar ik vind hem echt heel mooi. Ja dus die vond ik echt tof. En de lage Jordan UNC. Vrouwen. Maar die ging wel tot 44,5, denk ik. UNC? Ja, UNC. Gewoon dit. Carolina. Even googlen hoor. Oh ja, deze. Ja. Oh, wat braaf. Ja. Qua kleur en zo. Ja, ik vind dit zo van, dat gaat gewoon, ik vind dit, ik vind dit misschien wel toffer dan, nee, ik vind het heel tof. Maar maakt het jou nog uit of het een dames- of herenschoen is? Nee, ik ben gek genoeg altijd maat 44, ten alle tijde als het om Nike gaat, geen uitzondering. Jij zei iets van, jij had een dunk, anders, ja, maar ik, Air Force anders. Ja, ik fluctueer wel, ja. Ik niet, altijd 44. Oh. Maar en je vindt het niet, als bijvoorbeeld een kleurensamenstelling voor dames anders is, maakt het jou nog uit dat die dan voor dames is? Of koop je hem gewoon? Nee, er zit voor mij geen verschil in. Nee. Ik snap sowieso daar niet de verschillen tussen. Ja, ze zien er af en toe wat anders uit. Ja. En zijn wat smaller of zo. Maar ik moet zeggen dat met 44 is op alle vlakken voor mij net ietsje te groot. Dus het zit eigenlijk altijd goed. Oh, ja, lekker. Ja, zou dat jou nog tegen kunnen houden als het een damesschoen is? Nee, het is een vraag die we heel veel krijgen, omdat we natuurlijk allebei aanbieden. En wij hanteren ook alleen maar de mannenmaten, zeg maar. Ook een keer een uitgebreide blog over geschreven. Ja, iedereen denkt, wat is nou anders aan? Ja, inderdaad, iets smaller, 0,5 centimeter groter op papier. Maar net wat je zegt, kijk, het is lastig als je net op het randje zit van een maat. Want dan kun je het merken, maar anders hou gewoon je EU-maat aan. En dan, ik vind het ook weird, toch? Zo van, je hebt dan bijvoorbeeld toevallig op die nieuwe Travis dus, staat ook inderdaad mannenmaat, vrouwmaat. Ja, dan moet het helemaal lijken. Kan iets in centimeters verschillen? Ik snap je. Nee, maar weet je, het is voor heel veel mensen een gevoelskwestie dat het uitmaakt. Maar iedere release verschilt iets van elkaar. En het is net of er een gladde lining in zit of gewoon een ruw materiaal. In hoeverre die aan je voet past en of je wel of niet schuift. Nee, maar ik bedoel, het gaat om over dezelfde schoen. Het staat gewoon letterlijk op de doos, staan man- en vrouwenmaat. En ook daar centimeters? Verschilt. Ja. Fucking weird, toch? Zeker, ja. Ik vind het een grote mysterie om deze show mee te beëindigen. Ik wil jullie danken voor jullie komst. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik zou het wel leuk vinden om in de comments te zien welk onderdeel jullie van deze Air Max 1 die we aan het maken zijn het minst mooi vinden. Gaan we eens kijken of we in de latere uitzendingen daar misschien nog iets aan kunnen veranderen. Want ja, uiteindelijk ben jij degene die er misschien wel op gaat lopen. Tot de volgende.